dit is het verhaal van Vincent die compleet uitgewoond is na een paar dagen werk. Hij heeft dan ook alles gegeven, de sterren van de hemel gespeeld, veel mensen bewust gemaakt van hun eigen gedrag en hoe ze het kunnen veranderen. Maar kijk dan hier naar het resultaat van het harde werken. Advanced Crisis Management Workshop. Ah, voor directors. Vincent. I need something more than bear. Called waiting. Ben je aan het doen hier? Wat ik aan het doen ben? Ik ben hier een soort SAP-ontsteking oplopen. Ik bedoel, daarvoor ingeënt te worden. Oké. Okay. En nu dat voor bijwerkingen heeft. In ieder geval mogen we geen bloed drinken, dat heb je al gehoord. Dus nee, hij lacht daarna, dus ik geloof hem niet. Psychiatric disorders are irritability. Excuse me? Psychiatric disorders include irritability. Irritability? Do I have to say that many times? Yeah. I think not a reason, but that's what I'm not. Irritable. Yeah, well. Nou, zijn we dan in Tsuba. Hier ongeveer 35, 40 graden. Of anders, we zijn 2 kilometer naar beneden gevallen, dus even acclimatiseren. En dat, dat zou wel goed komen. Yeah. Ja, natuurlijk als echte security traders in een gevaarlijk gebied, snap je natuurlijk ook wel wat we aan het doen zijn rond die tijd. Dus kijk even met me mee. Dus, twee security trainers in een very, very riskful area. And what are they playing? Yes, of course. Ja, maar. Oké, okay, we zijn nu een beetje aan heen en weer aan het rijden om te proberen een uitreisvisum te krijgen. Zoals je hier ziet, hebben we allemaal papieren, kopieën van iedereen. Een beetje het hele stapeltje hier. En we hebben dus een visum nodig om binnen te komen. We hebben ook stempels nodig om naar buiten te komen. Dat kost allemaal geld. Ze vinden lekker in ons, dus we zijn er bezig al een paar uur wat voor elkaar te krijgen. Wij van de ene plek naar de andere. Dan gaan we hier naar een politiestation waar we geven niet toe. Vervolgens moeten we eerst weer een brief hebben van de organisatie, zodat ze weten dat wij eruit mogen of wat dan ook. Maar dat zijn we zelf, de organisatie, dus we moeten even nog een brief maken. Het lijkt op een vuilnisbelt, maar het is een graafplaats. Composition. Ja, die vrouwen uit de vissen. En je hoort de stem van Khartoum. You call my boss and tell me that I'm arrested because of this. Tell me why you arrested me. You take me to court. Because even the constitution of Uganda says somebody with problem before 24 hours elapsed, take him to court. If I don't have my ID, there's a provision in the constitution which says if in 24 hours this person has not identified himself, then he should be. They said, no, we are calling you when you're running. I said, but my name is not you. you not never called name. Me say you. That's not my name. You apply to any person. So I am, you never called me. I was moving on my road. So take me to court. This man, don't repeat next time. Get your bus call. Go. And people are thrashing day here. Now they wanted those people not to be here. Yes, so they wanted those people not to be here because if I continue, I don't know.